Hallo, leuk dat je kijkt naar Link Media. Mijn naam is Stephanie en ik heb vandaag de gast Uts Melders, Cabaretier, rapper, columnist, tekstschrijver en acteur. Hoe gaat het vandaag met je? Ha, het gaat goed. Het gaat goed. Uh, het is twee dagen na mijn première en ik heb gisteren niks gedaan. En dat beviel... Nou, ik heb, ik heb twee keer een uur in bad gelegen series kijken. En dat was echt de beste investering die ik kon doen, ja. Dus het gaat goed? Lekker tot rust gekomen. Helemaal. Gelijk happy. Ja. En, um... Gelijk happy? Ben je... ja, is, gel dat... Gel accent. is dat het Spijkenissen accent? Zeker. Gelijk ja. happy. Ja, ja. Nee, nee, ja, dus happy bij happy. deze welkom in Spijkenisse. Ja, ja, goed. ja. Dankjewel. <laughs> voor degene die, uh, die jou eventueel niet kennen, kan je wat vertellen over je carrière? Over wie ben je? Jeetje. Nou, jij somt al een hele hoop dingen op. Uh, ik, ik ben Ruud. Dat is wie ik ben. Ik ben cabaretier. Ik maak grappen voor het leven. En uh, ja, je kan dat overal al wel een beetje gezien hebben. Ik merk aan het publiek in mijn zaal dat uh, veel, mensen, veel jonge mensen kennen mij kennen van TikTok. Daar is veel comedy op te zien. En uh, veel 50-plussers kennen mij van het radioprogramma Spijkers met Koppen. En zelf ben ik een dertiger. En ik weet nog niet precies hoe ik de dertiger ga bereiken. Volgens mij bereik ik die alleen maar in de comedyclubs of zo. Maar die weten mij uh, nog niet te vinden. Okay. Dus ik denk dat je me daarvan kan kennen: radio, ja. TikTok of van de clubs. Heb je dit altijd al willen doen? Of wat, wat heb je altijd willen worden? Ik denk dat ik best wel lang acteur wilde worden. Maar iedere keer merkte als ik acteerde dat uh, mensen moesten lachen. Dus dan dacht ik, nou, nah, dan ben ik niet zo'n goede acteur. Uh, en toen zeiden hij je moet ik een keer een cabaret maken. Maak een keer cabaret. Maak een keer cabaret. Uh, en dat heb ik toen gedaan toen ik... Nou, ik deel wel vanaf mijn vijftiende open podiumpjes en een beetje grapjes maken. een Beetje rebel, zo van, oh, ik kan echt wel zelf wat verzinnen. Maar ik denk dat ik op mijn achttiende of... Mijn 18 ergens. Voor het eerst een cabaretvoorstelling maakte. Ik wist niet hoe dat moest. Dus ik heb gewoon in één keer een avondvullend programma gemaakt. Het theater in mijn dorp opgebeld. Mag ik dat doen? Het dorp vond dat leuk dat ik dat ging doen. Dus het was ook uitverkocht. Dus mijn onmagding, mijn cabaret-onmagding was een uitverkochte zaal. Avondvullend. Nu weet ik inmiddels dat er een andere weg daar naartoe. Namelijk tryouter, regisseurs, boekenkantoors en dan in première gaan. Maar dat was de eerste keer. En toen landde alles al. Toen dacht ik: Oh ja, dit vind ik wel mijn eigen ding vertellen en uh, mijn knettergekke gedachten delen met de wereld. Vind ik wel echt heel leuk. Gaaf. Ja, ja goed om te horen dat ik meteen uh, eenmaal volg. Ja, dat ja, was wel, was wel ja. Leuk. Ik weet niet doe of... je het een beetje voor natuurlijk. Ja, ik weet niet of. Uh, want het was mijn eerste echte keer, dus het zal ook zeker niet goed zijn geweest. Dat kan niet. Dus ik weet ook niet van de 300 man die er toen waren, of er nog één erna ooit naar mijn show is geweest. Dat betwijfel ik. Ik denk dat ze echt teleurgesteld hadden. Ja, wie weet. Ze hadden, ze hadden moeten wachten tot ik rijp was. Ja, ja. Ja, ja. Ja, eens moet de eerste keer zijn waarmee je ergens uh, ja. met zo'n show begint ja, natuurlijk. Ja, normaliter is dat voor tien man in een, uh, op een braderie, of een, uh, maar voor mij was het voor 300 man in het Dorpse Theater. Ja. Hartstikke leuk, ja. super. Ja. En um, als ik jou zou vragen, wat vind je nou het allerleukste uh, om te doen? Ik bedoel, je hebt natuurlijk best wel, ik heb een heel rijtje natuurlijk opgenoemd. Ja. Maar, uh, wat je allemaal doet, je bent een bezig pijtje. Ja. Wat vind je nou echt uh, het allerleukste? Nou, ik krijg die vraag vaak omdat mensen uh, zich haast niet kunnen voorstellen dat je meer dan één ding doet. Ja, ja, ja. Uh, ik meen het als ik zeg dat ik het leukste de afwisseling vind. Ik vind vanavond uh, avondvullend mogen spelen in Spijkenisse fantastisch. Ik haal van die sprong, zo van om half negen loop je op en vanaf daar moet het maar lukken tot tien uur. Maar ik vind het ook heerlijk dat ik morgen achter mijn computer zit en een uh, nieuwe YouTube-reeks aan het monteren ben. En tien keer terug kan naar dezelfde grap. En een frame meer, en een frame minder. En een beetje zoomen, en een beetje... Ik hou van die afwisseling. Dat live versus dat maakbare van, van mijn YouTube-content versus een, een live performance. Ik denk dat die elkaar versterken. Dus het leukste vind ik dat ik na het een het andere mag doen. Ja. Helaas. Je krijgt me niet in een hok. Het lukt niet. Ik ja. blijf het allemaal doen. Hartstikke leuk. Ja, ik zou zelf ook niet echt uh, gebonden willen zijn aan één, nee. aan één nee. dingetje. Dus ik, uh, ja. Maar nee. leuk om te horen dat je daar ook heel veel plezier in hebt. Uh... Ik denk dat een de rode draad in de dingen die ik doe is dat het uh, grappig is. En ik poog het heel ambachtelijk te doen. Dus ik vind het vet om heel veel aandacht te besteden aan de dingen die ik maak. Uh, ik denk dat dat. Dus ik doe misschien wel maar één ding. En dat is ambachtelijk grapjes maken. Ja. Alleen de vorm is altijd net even anders. Ja. ja, en het is ook te zien uh, aan je video's, dat je er ook heel veel liefde en aandacht in steekt. Uh, <laughs> ja, dat is... Nee, uh, dat denk ik ook. Ja, daar zit, daar zit de, de, ik, de laatste videoclip, want ik maak ook muziek, ja. want ik deed nog niet genoeg. Uh, daar is meer dan een jaar aan gewerkt. Uh, ja, dat vind ik toch ook vet. Want vanavond heb ik maar anderhalf uur live om te doen wat het wordt. Ja. Uh, voor zo'n clip heb ik gewoon een jaar. Niemand vraagt erom. Ik kan de tijd nemen die ik wil. En dan krijg je ook het resultaat wat je krijgt als je een jaar daaraan werkt. Ja, het ja. is dan ook echt te zien. Dat denk ik ja. ook. Ja, ja. absoluut. Ja. Uh, nou, hield maar op. In één van je clips of één van je nummers uh, geef je de opmerking: uh, ik werd herkend op straat ja. vanwege TV. Ja. Uh, heb je dat ook vaak? Ik word Verder wel herkend. Bij. Ja, maar wat ik wat ik net zei is is ik ik, doe ook, ik speel ook nog af en toe acteer ik links en rechts en ik acteer bij een grote YouTuber Dylan Hagens. Ja. En uh, daar speel ik de zwerver van Dylan Hagens. En Dylan's achterban, Dylan's doelgroep is uh, ik denk 12 jaar en jonger, ze worden inmiddels wel wat ouder. Maar ik word dus echt herkend door kinderen op straat. Maar dan ook als de zwerver. Ja. Dus ik heb wel eens bij een bus had gestaan dat ze een jochie mij herkende van wow. Ik, ik weet gewoon onder de 12 dat de kans dat je me kent is, is 99%. Ja. Uh, dus langs een basisschool lopen is foto's maken. Dat is wel een feit. Ik sta bij de bushalti, ik zie een jongetje van 12 zo kijken. En hij ziet de jongen die hij kent van YouTube. Dus hij zegt tegen zijn vader zonder context: Pap, dat is een zwerver. <laughs> en, je ja. ziet die, en ik moet ook zeggen, ik had, ik had ook een beetje een shabby jasje aan, en mijn haar zat niet fantastisch. Ja. Dus ik zag er ook een beetje, <laughs> een beetje slecht uit. En ik zat die vader kijken. Van de car, dat kan je niet zeggen. Dat kan echt niet. <laughs> En ik knikte zo van, oh wel, ja. kids. En toen vroeg de jongetje ook, dat mag ik op de foto met de zwerver? En die vader keek me aan, ik weet niet precies wat mijn zoon heeft. <laughs> en ik zei gewoon, dat is prima joh. Ja. En toen heeft hij die foto gemaakt. Ik heb daarna niet uitgelegd wie ik wel was. En ik ben aan een andere hal te gelopen. Want ik dacht, als ik in een bus stap, dan ben ik niet meer dakloos. Dat klopt niet, dat nee. dat, dat lukt. Ik ben gewoon benieuwd wanneer die vader... Die heeft thuis aan zijn vrouw verteld... Ik weet niet wat Timmy vandaag had, maar hij zegt gewoon: We moeten hem beter opvoeden. Dus ik weet niet wanneer ze erachter zijn gekomen, maar dat vind ik, uh, dat vind ik echt wel leuk. Ja. ja, ik wou het net vragen. Het lijkt me wel fantastisch als je dan herkend wordt. En als je nou, op die manier dan ook gelijk meteen zo'n ervaring ermee hebt. Het leuke is, merk ik, aan herkend worden: is de, als je mij kent, uh, dan heb je iets grappigs van mij gezien. Yeah. Dus als je mij live ziet, dan heb je een herinnering aan dat grappige moment. Dus mensen die mij herkennen, moeten altijd lachen. Zijn altijd vriendelijk, zijn altijd vrolijk. Uh, als ze mij benaderen, zijn ze altijd complimenteus. Er zijn weinig mensen, of ik heb het nog nooit gehad in ieder geval dat iemand naar me toe komt. Ik vond je laatste show echt heel slecht. Dankjewel. Mag ik een foto nog? Ja. Heb ik nooit gehad. Nee, nee, nee. Uh, dus nee, dat is heel leuk. Het is een mooie uh, graadmeter aan uh, of het resoneert wat ik doe. Ja. Dat is gewoon zo. Ja. Ja, super, leuk ja. om te horen. Ja. Um, zijn er nog dingen die je altijd al willen bereiken. Of wat, wat zou je nog willen bereiken in je carrière? Wat zou voor jou nou echt een, een enorme mijlpaal zijn? Nou, in, ik heb wel een soort bu bucketlist. Ik wil heel graag een speelfilm maken. Dat lijkt me een mooie volgende stap binnen alle video's die ik maak. Uh, de waarheid is dat ik die aan het schrijven ben met de mannen die ook nieuw kids hebben gemaakt. Ja? Dus daar, zijn, daar worden al stappen ingezet. Dat vind ik fantastisch. Uh, ik vind de weg waarop mijn tour nu is, als ik zie welke. Theaters er al in deze tour zitten, waaronder uh, de nissen weet je wel? Dat, dat wilde ik heel graag. <laughs> uh, maar ook het De lamar en uh, de Schouwburg in mijn eigen stad Utrecht. Ik zou heel ik ben geboren in, in de buurt van Nijmegen. Ik zou heel vaak graag de Schouwburg Nijmegen spelen. Ja. En uh, het is een groot Schouwburg, dus ook uitverkopen. Dus zo heb je een paar theaters van je denkt: oh, ik wil wel een geboortestad uh, die Schouwburg vullen, of ik wil wel een keer. In Carré of in De Kleine Comedie. Maar goed, ik De Lamar vond ik al fantastisch. Dus er komen al heel veel dingen die ik wilde heel dichtbij, ja. Ja. Gaaf. Ja. ja ik zeker. denk dat het altijd leuk blijft zolang ik me... Zolang ik maar de groei zie en uh, daarbinnen mezelf kan verrassen. Ik had twee jaar geleden niet gedacht dat ik... Uh, nou ja, ik, heb, ik krijg nu de afgelopen twee dagen mijn recensies binnen. Die zijn uh, erg goed uh, de première was erg fijn. De zaal was uitverkocht. Het was in een theater, wat ik een warm hart toedraag. Dat zijn allemaal al dingen. Die, gaan al zoveel, die kwamen al zoveel dichterbij dan ik dacht. Ja. Daar werkte ik wel naartoe, maar we zijn nu al daar. Dus ja, nee, het gaat gewoon goed. Ik ben heel blij. Super gaaf. Hè? Ja. En, en, en je première, want, uh, hoe ging dat? Hoe was dat? Voor, voor de eerste keer toch die show? Ja, nou ja, nee, goed. We, we hadden een hele try-out tour gehad en ook. Uh, ik werk met een regisseur, Laurens Crispijn de Boer. Dat is een man die is en een vriend geworden en een autoriteit gebleven. Dus als hij tegen mij zei: het moet anders, of schrijf dit, of dan dacht ik gewoon: ja, hé, hey, als hij het zegt, de man heeft zoveel prijzen al op zijn naam staan, hij zal het wel weten. Uh, en dan try-outen we zijn ideeën en uh, dan bleek die ook gelijk te hebben. Dat is ook fijn. Dus ik hoefde alleen maar te focussen op het maken, op het schrijven, op het verhaal, op het spelen. En hij deed de rest, dus dat, dat was heel fijn. Dus de première ben ik ook... Ik heb gewoon om vijf uur volgens mij nog een aflevering Rick and Morty zitten kijken. Ik was gewoon helemaal ontspannen. Uh, dus dat was heel leuk. En uh, diligencia was het in Den Haag. Het personeel was ook helemaal voor me aan het routen en was helemaal mee. En ik kwam in de kleedkamer binnen en ze hadden slingers opgehangen. En een piñata met daarop het woord resistente. En een knuppel erbij. Dus voordat ik op kon, kon ik in ieder geval de resistente al kapot slaan. <laughs> en dan kreeg ik snoep voor terug. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Uh, dus ik heb een hele fijne, ontspannen uh, première gehad. Ja. Gaaf. Ik ja. dacht, uh, je hoort wel eens andere verhalen. Ja, dus, precies. Ja, nee, het ging hartstikke goed. Ja. Oh, ja, hartstikke leuk. Ja. En um, nou wat ik, vroeg ik mij dus ook af, uh, buiten je, je acteerwerk om... en uh, uh, je comedy shows. Uh, doe jij ook nog een radioprogramma? <laughs> nou, dat is, ik, daar begon ik over voordat wij online waren of al in het Ik maak een podcast ja. in een ra en dat heet Radio, Willekeur. En ja. dat doe ik met twee andere cabaretiers. Stefan Hendricks en uh, Andries Stoenroe. Uh, dat is een improvisatiepodcast. Dus wij staan bij elkaar en alles wat wij gaan zeggen, we hebben zelf nog geen idee. En het wordt muzikaal perfect begeleid door Bram Brouwers. Die ook, wat je normaal bij de radio hoort, die badges die eronder zitten, of de jingles, dat doet hij allemaal live. Yeah. Dus als wij, als ik improviseer, uh, een reportage improviseer. Tegenover mij is dat Stefanie, jij, jij staat in oorlogsgebied. Dan heeft Bram die geluiden van die oorlog al in één keer. Dat je yeah. denkt hoe snel gaat dat. En ik kwam hier binnen en wij zijn met Radio Willekeur begonnen in. Een, uh, een, uh, op een radio zijn we ook uh, mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Dus ik kwam in een soort. Ik voelde nostalgisch van oh ja, ja, zo zijn wij ook begonnen. Ja. Beetje een Beetje vertrouwde omgeving, zeg maar. Helemaal, ja, ja, gewoon <laughs> met mensen die dit doen omdat ze het echt willen. Dat is natuurlijk de ja. beste beginplek. Uh, maar dat loopt sinds twee weken weer, het tweede seizoen, Radio Willekeur. Leuk. Kijk dat, als je houdt van een ja. improvisatiecomedy, <laughs> dan. Uh, ja, wij draaien net weer, ja. Met, en we hebben ook gasten dit keer. Dus we hebben onder andere René Vermeurs, die doet een aflevering mee. En het Hassen doet een aflevering mee. Dus leuk om te merken dat uh, grotere namen met ons willen werken. Ja, nou ja. geniaal. Nee? Ja, en ja, en, en, en uh, nu we het toch lekker over de radio hebben. Uh, buiten dat om zit je ook nog bij Spijkers. Ah, ja, precies. Dus Willemijn ik maak ook hebben. nog echte radio. Ja. Uh, ja, klopt. Maar ik heb begrepen of gezien dat je daar typetjes doet. Daar ben je niet echt... Uh, weet je, als jezelf. Nee. Nee, dat vond ik wel leuk om te merken. Dus, dus je schuift altijd aan als. JO Peter. Wie er dan ook nodig is. Uh, nergens voor. Kijk, spijkers met kop is natuurlijk een, uh, een begrip in de cabaret- ja. en de radiowereld. Dus mensen weten wel, die stemmetjes, die typetjes, die sketches, dat zijn uh, gevestigde cabaretiers of cabaretiers waarvan zij zeggen: hé, hey, die verdienen een kans voor een groter publiek. Maar nergens wordt aan de voor- of achterkant gezegd, Ruud Smulders komt hier een typetje doen. Nee, klopt. En ik merk nu wel in de zalen, de trouwe luisteraar van Spijkers, die heeft over 35 jaar Spijkers met Koppen zo vaak gezien. De mensen die daar zitten, dat worden grote jongens. Dus er is een soort following van luisteraars die al die nieuwe namen en al die shows afgaan. Dus ik heb zoveel Spijkers met Koppen luisteraars in mijn zaal zitten... Die dan zeggen, oh, vorige week waren we nog bij Andries Toerhoef, volgende week gaan we naar Martijn Cardol, maar ja. we wilden nu toch ook jou zien. Kunnen we die afvinken? En, uh, dus het is super waardevol om dat programma te mogen doen. Ja. Even nog los van werken met Dolf Jansen, wat echt een bizar uh, uh, ervaren en vaardige man is. Dat is echt uniek. Dat je echt denkt, oh jeetje, wat ben jij goed in je vak. En daar zit ik nu bij aan tafel. Stevast. Ja, ja. Hoe geniaal is dat? Ja, ik dat bedoel. is echt fantastisch. Ja. Hartstikke leuk. Ja. En... Um... Ja, nou ja, tenslotte nog eventjes over je, ja. je tour door Nederland. Ja. Um, Rudy Versum, ja. hartstikke leuk. Wat, uh, wat wil je daar eventueel nog over vertellen voor de kijkers? Nou, het is, uh, nou ten eerste, mijn tour begint vandaag. Uh, vandaag ja. donderdag 30 november is het volgens Klopt. mij. in Theater de Stoep, is In Theater Lisse. de Stoep, daar, uh, hè, zo, zo voelt het als je hem een première hebt gehad. Dan begin je vanaf daar en ga je de, 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 de mooiere en grotere schouwburg van Nederland in. Dus komt Allen, volgens mij kom ik op Groningen <laughs> na nog in iedere uithoek. Ja. <laughs> uh, en alles wat er tussenin ligt. Ja, en dit is voor mij het meest, uh, uh, het meest persoonlijke programma wat ik ooit heb gemaakt. Dus het is het vertrouwde tot totale absurdisme wat je van me kent als je me kent. Maar het is ook een heel persoonlijk verhaal over een moeder die uh, worstelt met haar alcoholverslaving. En hoe ik me daartoe moet verhouden. Hoe je je moet verhouden tot. Een negatief gegeven in je leven waarvan je weet dat dat staat vast. Daar, ja. daar, daar ga ik niks aan kunnen veranderen, buiten dat ik me ertoe moet verhouden. En dat is denk ik uh, wat veel mensen herkennen. Er gebeuren soms dingen waar je geen invloed op hebt. Dus hoe lang ga je vechten of wanneer ga je accepteren? En dat is de, het gevecht wat in de voorstelling zit. Ja. 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 Knap van je. Dankjewel. Het is een heftig verhaal, Het is toch wel. Ja, zeker. Ik merk ook dat, het, uh, dat veel meer mensen worstelen met vergelijkbare uh, thema's dan ik zou willen. Ja. Ik, ik gun iedereen een, 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 een minder complex uh, uh, leven dan hoe ik het nu vaak in Voor Jezus ervaar. Veel mensen komen toch naar je toe met: oh, dit heb ik ook gehaald. Ja. Uh, uh, en dat gaat niet alleen over alcoholisme, soms breder, een drugsverslaving of simpelweg er, er is iemand ziek of er is gewoon iets in mijn leven wat ik niet veranderd krijg. Uh, maar ik heb hier wel wat aan gehad en ik heb heel hard gelachen. Ja, dat maakt het iedere avond weer de moeite waard. Ik denk, oh, als ik dat mensen mee kan geven, dan uh, doe ik dat met liefde, ja. ja. Heel mooi. Ja. Ik vind het uh, ja, heel aangrijpend. En als je dat op een, op, op, ja, op een komische wijze dan ja. zo kan neerzetten en op die manier een band kan scheppen met je kijkers, dan, ja, dan is dat hartstikke knap. Dat, Super. Nou ja, ja. De, het, het lijkt te lukken tot op heden, dus uh, volgens ja. mij mogen we blij zijn. Ja. Dus nog even kort uh, voor de kijkers. Uh, 30 november vanavond in Theater de Stoep Spijkenisse. En uh, voor de rest op voorne de 15 december. <laughs> in het theater uh, Het Bres. Het Bres Theater. dat ligt hier natuurlijk ook niet ver ja, vandaan. Klopt. Ja. Uh, en verder tour je natuurlijk nog door het hele land. Dus er zijn nog zat uh, opties om ik te Ik zag kijken. alweer dat ik zaterdag volgens mij in Voorburg sta. Dus voor, ook voor de Hagenezen die een ja. première <laughs> hebben gemist. Rij 20 minuten naar links. Ja. Uh, nee, het, uh, het is een mooie volle tour. Dus je krijgt uh, genoeg kans. Ja, ja. super. En um, voor de kijkers die niet weten waar je een kaartje kan bemachtigen. De snelste weg is denk ik naar mijn website, ruudsmilders.nl. Of als je het nog specifieker wil, ruudsmulders.nl slash Rudiversum. Dan zie je die hele lijst. Uh, nou, dat lijkt me de snelste route naar uh, weten waar ik ben. En de meest veilige. Zeker weten. Ja, ja, ja. Geen zwarte markt nee. gewoon naar mijn site. Precies, nee, hartstikke leuk. Ik, uh, ik wil je bedanken voor je komst. En uh, ontzettend veel uh, plezier. en liefde vanavond. Heel lief dat jullie me wilden hebben. Dankjewel. Natuurlijk. Ja,